iedereen en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Mijn excuses alvast voor de iets wat saaie achtergrond. Het is gewoon basic wit, maar oké. Zoals jullie misschien weten ben ik bezig met mijn kamer een beetje te veranderen. En ik moet mijn bed nog verplaatsen en dingen doen en leuke dingen op de muur ophangen. Dus daar ben ik nog mee bezig. Dus vandaar. Maar vandaag heb ik een hele leuke video, want ik ga jullie namelijk wat tips en tricks geven die ik heb geleerd of die ik echt heel erg handig vind om te gebruiken als ik foto's maak. Bijvoorbeeld voor Instagram. Ik ben wel de laatste tijd wat meer bezig met creatieve dingetjes voor Instagram aan het doen. Dus ja, hier de tips en tricks om een Instagram pro te worden. Als jullie het leuk vinden om ook te zien hoe ik dan mijn Instagram foto's edit, laat dat even weten in de comments, want dan kan ik daar ook een keer een video over maken. Oké, als eerste wil ik even laten zien wat ik gebruik voor Instagram. Ik heb namelijk gewoon een basic LG telefoon en daar maak ik mijn meeste Instagram foto's mee. Soms maak ik hem met de Canon 600D, maar daar kom ik later op terug, want daar heb ik namelijk een leuk hack dingetje voor, iets heel handigs. Maar ja, dit is dus de telefoon die ik gebruik voor mijn Instagram. Het eerste handigheidje wat ik aan je wil meegeven is om Dropbox te gebruiken. En dat heeft dan niet zo heel veel te maken met foto's of fotografie tips en tricks, maar wel met het opslaan van je foto's. Het kan gewoon best wel veel worden op je telefoon. En als je alles op je telefoon hebt en je verwijdert per ongeluk iets of je raakt je telefoon kwijt, dan ben je al je foto's kwijt. Ik raad je dan ook aan om gewoon Dropbox of een andere vorm van cloudopslag, zeg maar, te gebruiken, in gebruik te nemen. Zodat al je foto's automatisch op die drive, ja, of op die cloud komen, zeg maar. Op die manier kan je eigenlijk overal waar je bent je foto's bekijken, bewerken, downloaden, alles ermee doen. Dan mijn tweede tip, en dat is echt al een hack die ik al heel erg lang gebruik. En zelfs toen ik mijn blog had, had ik hem heel veel gebruikt. Dat is namelijk om een reflectiescherm, je ziet het al, een reflectiescherm te gebruiken. Ik gebruik natuurlijk een softbox nu. En aan de andere kant heb ik daglicht, dat vind ik altijd wel mooi. Dan is het niet helemaal nep, zeg maar, half-half is het dan. Daarvoor had ik natuurlijk die softboxen nog niet. En had ik alleen een DIY reflectiescherm. Nou, wat is dit nou? Het is gewoon zo'n canvas plat doek. Maar je kan hier ook een stuk karton voor gebruiken of iets plats. En het handige is dat als je dit tegenover van het licht legt, kijk, zo is het ook heel cool, dan zie je de reflectie van het licht. En dat helpt dus schaduw te voorkomen. Kijk, als ik hem zo neerleg, zie je al best wel, kijk, nu zie je echt wel licht, zeg maar. En nu is het best wel donker. Dus, nou is dit natuurlijk geen groot reflectiescherm, maar als je foto's maakt van bijvoorbeeld producten, of nou, toenertijd maakte ik dus foto's van make-up producten, toen maakte ik foto's bij mijn raam, maar aan de andere kant van het raam, dus de kant van de camera, die had natuurlijk geen licht. Dus ik gebruikte dit dan om, zeg maar, het product wel van alle kanten te belichten. Super goedkoop en het werkt ook nog eens gewoon super goed. Het is gewoon heel erg handig. Stel, ik zou hier naast me een statief hebben hangen of staan. En ik heb mijn camera daar op een statief. Dan kan ik die gewoon hiernaast ophangen. En dan zie je al gelijk een heel groot verschil. Ik zal even mijn licht uitzetten voor het voorbeeld. Dit zou dus het licht zijn als ik zonder softbox zou filmen. Kijk, mijn camera is nu ook wat donkerder ingesteld. Omdat ik mijn softbox gebruik. Maar als je de instellingen wat verandert en hem goed plaatst, ongeveer zoiets. Maar dan iets verder natuurlijk. Dan zie je dat je hele gezicht al best wel goed verlicht is in plaats van dit. Het is een kleine hack. Misschien is het niet handig voor jezelf te fotograferen of te filmen dus. Misschien is het wel handig voor productfotografie. En daar heb ik het altijd voor gebruikt. Dat was hack nummer 2. Dan heb ik nog een tip. En dit is echt de grootste tip ever gewoon. Ik ken dit al heel erg lang. Ik heb het laatst pas binnengekregen. Dit is namelijk Ivy. En Ivy is een heel erg handig product. Want die kan je ervoor laten zorgen dat je, zeg maar, foto's kunt maken met bijvoorbeeld een professionele camera. Zoals een Canon 600D. En die gelijk eigenlijk op je telefoon te laden. Het handige hiermee is dat als je ergens bent en je maakt foto's met je Canon of je grote camera. Heb je hele mooie kwaliteit. Maar het is altijd lastig om die dan... Je moet ze dan eerst allemaal importeren. Nou, misschien moet je ze dan nog bewerken op de computer of zo. Of je zet ze dan pas op je telefoon. Het is heel omslachtig om ze dan op Instagram te krijgen. Of op een andere social media website. Het handige hieraan is dat als je dit kaartje gebruikt, heb je de app geïnstalleerd op je telefoon. Dan laat die app de foto's die je hebt gemaakt op dit kaartje, ze gelijk op zijn telefoon. Dus je kan meteen al je foto's die je hebt gemaakt gelijk bewerken en op Instagram zetten. Super makkelijk. Ik vind het echt een uitvinding van de eeuw. Dit is de verpakking. En hier zit dus een kaartje in.
Het handige hieraan is dat je dus dit kaartje gewoon in elke camera kan stoppen. Je kan gewoon gelijk je foto's op Instagram zetten. Het is echt uit de nieuwe neel. Waar ik bij dit product vooral aan moet denken is vooral op vakantie. Of als je juist niet thuis bent of in de buurt van je computer bent. Kijk, op vakantie neemt niet iedereen zijn laptop mee om al je foto's op te laden. Het handige hieraan is dat je gewoon alles gelijk op je telefoon laat. Je telefoon heb je gewoon altijd bij je, lijkt me. Zo vanuit daar gewoon opslaat in je galerij of gelijk post. Dus ik vind het echt heel erg handig. Als je een grotere camera hebt, zoals mijn Canon 600D, dan wil ik je ook nog één tip meegeven die je misschien kan aanschaffen voor je camera. En dat is namelijk een UV-filter. Het enige waar ik hem eigenlijk voor heb, is de bescherming van mijn eigen lens van de camera. Ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen dat die objectieven best wel duur zijn en dat de camera gewoon echt wel een kindje van je is om, en je wil hem gewoon zo goed mogelijk beschermen. Maar ja, zo'n lens is natuurlijk zo kostbaar, breekbaar. Je kan echt zo snel er schade aan krijgen, zeg maar. Nou, er zijn dus UV-filters te koop. Misschien weet je deze hack wel, maar ik deel mee voor de mensen die hem niet kennen. Want zo'n UV-filter kost echt niet veel. Ik denk rond de 20 euro of zo. En die draai je dus op je lens, waardoor je eigenlijk helemaal geen verschil ziet. Maar je hebt eigenlijk een extra glaslaagje op je lens. Dus wanneer er een kras op komt of er iets tegenaan beukt of wat dan ook, is niet gelijk heel je objectief en je camera kapot of wat dan ook. Je kan dan gewoon het UV-filter verwisselen en dat is even goedkoper dan een heel nieuw objectief, geloof mij. Ik heb dit echt vanaf dag 1 gedaan. Ik heb dit ook met mijn vorige camera gehad. Het scheelt gewoon. Het is een klein beetje investeren, maar stel het gaat een keer fout, dan is het gewoon heel makkelijk. Plus, je kan dat lensje ook gewoon best wel goed afnemen of wat dan ook. Stel, er zitten wat vlekjes op. Ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben gehad. Laat even in de reacties achter of je wil zien hoe ik mijn Instagram foto's edit. Ik doe dat namelijk met de app VS Code. Dat is misschien ook wel leuk om te zeggen al. Dat is de app waar ik het mee doe. En dan doe ik soms nog een filter van Instagram zelf eroverheen. Maar meestal met VS Code. Wil je dat zien? Laat het even achter in de comments. Doe een like op deze video als je hem leuk vond en interessant vond. Deel hem met je vrienden of vriendinnen of familieleden die ook fotograferen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer. Ciao!